dag werd er aan de deur van de klas geklopt en er kwam een leerling binnen en de directeur zei van dat hij uit Shanghai kwam, uit het Chinese vasteland, nieuwe leerling dus. Hij knikte erg minzaam, erg beleefd en we gaven hem een plaats in de klas. En na een paar weken, hij sprak behoorlijk Nederlands, hij was goed voorbereid. Tijdens een overhoring keek ik een beetje vreemd, want er was een vraag, er waren maar drie vragen, maar de leerlingen, de andere leerling van de klas, die schreven hele lange antwoorden, een bladzijde lang. En hij was na twee, drie zinnen helemaal klaar. En ik vermoedde, toen ik daar zo'n beetje naar keek, ik vermoedde dat dat met zijn kennis van het Nederlands te maken had. Ik liet het een beetje voorbij gaan. Maar toen ik dat ook een volgende keer merkte, heb ik hem dan de vraag gesteld, een beetje privé, nadat de andere leerlingen weg waren. Ik zeg, jongen, ik heb een beetje een probleem om je overhoring te, ja, om daar een quotering bij te geven, want je antwoorden zijn heel, heel kort. Vaak maar twee, drie zinnen en iedereen, zoals je merkt, schrijft eigenlijk een bladzijde. Heeft dat te maken met je Nederlands? Nee, meneer, het is iets heel anders. Ik zeg, wat is het dan? Ja, hij zegt, kijk, waar ik vandaan kom, daar verwacht de leerkracht een kort antwoord, maar vooral verwacht de leerkracht dat wij dat schrijven wat de leerkracht zelf denkt. En wij proberen ons gewoon ons af te vragen wat de leerkracht denkt. En hier heb ik de indruk dat u ons eigenlijk vraagt wat we zelf denken. En ik heb het daar moeilijk mee. Ik heb daar tijd voor nodig. Want ik ben dat absoluut niet gewoon. En ik heb mij toen pas gerealiseerd als leraar dat het... dat er voor ons op onze school iets vanzelfsprekend was wat eigenlijk in een meer globale schaal absoluut niet zo vanzelfsprekend is. Namelijk dat het onze bedoeling is dat leerlingen zelf denken. Dat zij tot het besef komen van wat ze zelf van mening zijn. Dat ze durven uit te komen voor hun mening. Dat ze die leren te formuleren. Dat ze die durven te formuleren. Ook als ze denken en vooral als ze denken dat hun mening of hun overtuiging afwijkt of zou kunnen afwijken van die van de leerkracht. Het doel van een Ignatiaans onderwijs is niet dat de leerlingen op het einde van de rit net hetzelfde denken als de leerkrachten. Maar wel dat ze denken. Dat ze kritisch leren denken, dat ze een persoonlijkheid worden. En dat is eigenlijk het doel. En ik vermoed, als ik daar vandaag naar terugkijk, dat die Chinese leerling mij daar scherper van bewust heeft gemaakt. Dat het absoluut geen evidentie is in onze wereld te durven denken, te durven te zeggen wat men denkt. En dat is een bijdrage, denk ik.